iedereen vraagt er zo'n beetje elke week op wanneer ik weer boos word. En je weet, daar heb ik therapie voor, dus ik mag niet meer boos worden. Maar goed, laat ik dan een klein beetje boos worden. Dus JJ wordt een klein beetje boos, dan hou ik het ook nog een beetje binnen de perken. Want ja, er was niet zo heel veel om echt boos over te worden. Het loopt allemaal wel een beetje. Maar goed, er zijn toch wel een paar dingen waar ik me dan een beetje aan geïrriteerd heb. Maar laat ik beginnen met een positieve noot. En dat gaat over Evolve. De game is uit. Ligt in de winkels. Het is een heel ambitieus en misschien ook wel gewaagd project. Wat 2K op de markt brengt. Want het is een game die je met elkaar moet spelen. Co-op. Met je vrienden. En iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik... Ik geloof niet in samenwerking online. Want mensen werken niet graag samen online. Die killen elkaar graag, die schoppen elkaar graag lens, die lopen elkaar graag dissen en al dat soort dingen in plaats van dat ze met elkaar samenwerken. Dus je moet vier vrienden hebben, echte vrienden. En ja, ik vind vier vrienden vind ik wel heel veel hoor. Ik vind al twee vrienden hebben vind ik al een hele prestatie. Kortom, dat is best wel een ding, want random met mensen spelen, dat maakt die game toch wel lastig. En, maar goed, 2K durft het aan, de developer van de game durft het aan. En de game is uit, dat betekent dat de pers ermee aan de slag kan. En wat ik heel tof vind, is dat de media eindelijk geleerd heeft van zijn fout. Door in klikgeilheid meteen al de reviews van games die online een hele belangrijke component hebben online te gooien. En eigenlijk overal zie je nu eerste impressies of voorlopige reviews. Soms met een zacht cijfer eraan, maar nog niks definitief. Omdat je niet weet of de server het gaat houden. Dat weten we eigenlijk pas vannacht, morgennacht, als massaal mensen Evolve gaan spelen. Er is in ieder geval een patch van 3 gig om de laadtijden issues al weg te halen. Dus die hebben we alvast te pakken. Maar de eerste voorlopige reviews zijn wel positief. Mensen vinden het tof. Het schijnen pittige battles te zijn. Dus wat dat betreft, dat vind ik heel tof om te horen. Maar goed, ja, ik wil nog een slag om die arm houden. Want 2K en servers, het is een beetje tricky. Maar in ieder geval goed dat de media, waarschijnlijk ook gedwongen door de ongelofelijke shitstorm aan comments op sites die gewoon heel vroeg een Assassin's Creed, een Battlefield, al dat soort games heel vroeg hoge cijfers gaven, waarna bleek dat die shit gewoon zo buggy as hell was, dat de servers niet werkten, weet ik allemaal wat. En toen gingen ze toch behoorlijk nat. Dus media is gedwongen voorzichtiger geworden. Ja, dat is wat jammer dan voor de kliks, maar dat maakt niet uit. Het is misschien ook wat onhandig met pre-orders. Maar goed, dat heeft de industrie aan zichzelf te wijten. Mensen pre-orderen gewoon wat minder. Omdat je eigenlijk niet meer weet of een game het ook wel doet in het begin. En je misschien beter even kunt wachten tot die shit echt gesetteld is. En de game blijkt te werken. Maar goed, als iedereen dus niet meer op dag 1 speelt, dan zullen we nog steeds niet weten of een game online goed werkt. Kortom, de tijd zal het gaan leren. Waar ik me dan wel een beetje aan geïrriteerd heb is... En het heeft ook een beetje te maken met de nieuwsgaring en de manier waarop websites nieuws brengen. En nou weet ik, dat is een hele discussie. Je hebt een heel kamp die zegt dat journalisme en games, dat het niet samengaat en dat je recensent bent of niet. En kijk, als je games reviewt, dan ben je gewoon een recensent. Journalistiek is voor mij dat je iets gaat uitzoeken, dat je nieuws tot je krijgt en vervolgens met je eigen verstand gaat nadenken wat dat nieuws betekent, of het waarde heeft, of er misschien niet iets achter zit, of je het niet kan analyseren en tegen andere nieuwsfeiten aanhouden, dat je op een gegeven moment het eigen nieuws ervan maakt. En wat je ziet in de gamesmedia is steeds meer dat niet gebeurt. En dat het eigenlijk niks meer is dat iemand gewoon een persbericht binnenkrijgt en dat gewoon klakkeloos gewoon op zijn website flikkert in de hoop dat mensen daar gewoon massaal op gaan klikken. En wie weet gebeurt het bij GameKings ook wel, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik vind dat soms wel jammer. En ik zie dat vooral heel erg bij vorige week, toen aangekondigd werd, dat Treyarch de volgende Call of Duty zou gaan maken. Ik bedoel, iedereen wist dat al. Ik bedoel, Activision heeft gezegd, elk jaar brengen we een nieuwe uit. En het werd notabene op een aandeelhoudersvergadering. Dat is voor de aandeelhouders. Het is gewoon, jongens, het gaat goed en volgend jaar gaan we ook weer geld verdienen. En het wordt hartstikke vet en dan gaan jullie nog meer geld verdienen aan jullie aandelen, bla 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 bla. En wat zie je? Iedereen brengt dat als huge nieuws. Treyarch gaat nieuwe Call of Duty maken. Ik bedoel,
dat is geen nieuws, dat is paste copy. En waar is dan gewoon bij zo'n website een gast die denkt van, nou ja, goed, oké, dit is een leuk gegeven, maar dat weten we allemaal al. Die dan iets kritisch zegt over het feit dat Activision dit als nieuws naar voren brengt. En dat we dat dus allemaal even lekker die PR-machine meehelpen om dat eens even lekker nog naar buiten te brengen. Of waarom schrijft niemand een verhaal over van, is Treyarch wel zo goed bezig? Of zijn zij de beste van de drie? Of moet er vernieuwing komen? Of... En dat wordt al heel makkelijk van, ja, maar dat horen we niet, dat kan niet, dat komen we toch nooit achter. Ja. Als we dat nu al gaan roepen dat we daar nooit achter komen, ja, dan inderdaad kunnen we net zo goed. Sterker nog, dan bel ik Activision nu op en dan zeg ik van, dit is de inlogcode van de website. Pleur je eigen webbericht maar gewoon op de site. Dat scheelt bij ons ook wel weer mensen die dat doen. Dus ik vind dat serieus, dat klakkeloos gewoon maar berichten overnemen. Het feit dat mensen als iets gelekt is, weet je wel, zo'n stuk games belt en dan gewoon maar weer online gooien zonder enige duiding. Ik vind het zonde, ik vind het jammer, ik vind het onvolwassen. Het gebeurt veel te veel. Terwijl het wel gaat om producten van €60, wat voor heel veel gamers heel veel geld is. En die kunnen gewoon beter voorgelicht worden. Ik bedoel, je bent niks anders doen aan het napapagaaien van wat een publisher zegt. En dat... Dat is niet zo. Ik bedoel, als Philips of weet ik veel wat zijn jaarcijfers bekend maakt, dan zie je in de krant altijd gewoon... Natuurlijk, dat is een nieuwsfeit dat ze dat doen, maar vervolgens zie je toch wel artikel of je ziet commentaar erop van... Goh, wat goed dat het goed gaat. Of, nou ja, ze zeggen wel dat het goed gaat, maar dat komt alleen maar omdat het dit en dit en dit is. Ik bedoel, dat is duiding. Daar heb je gewoon wat meer aan een verhaal en anders wordt het alleen maar klakkeloos overgenomen. Ik bedoel, laatst ook weer iemand van Destiny... Een developer die zegt dan in een interview van we moeten leren van onze fout. Ja, bedoel, ja wat dan anders, weet je? Bedoel, en huppakee, koppen, overal staat het weer op Twitter van Destiny. We moeten leren van onze fouten. Ik bedoel, kom dan met een lijst wat ze allemaal, wat de fouten ze hebben gedaan en waarom ze dat niet meteen doen. En of daar misschien een soort van vastgelegd programma achter zit dat ze dus die fouten, dat het geen fouten zijn, maar dat ze bewust daarvoor gekozen hebben. Dat ze een hele hoop backlash hebben gekregen. En dat ze nu opeens gaan zeggen van, ja, we leren van onze fouten. Bedoel, zet je gewoon wat meer in, verdiep je in wat meer in zaken. Probeer gewoon eens die machinaties te zien. Gebruik je verstand even. Ik weet het niet. Ik kan me daar een beetje aan irriteren, omdat ik het belangrijk vind dat... zeker in een markt die steeds groter wordt, games worden steeds belangrijker. Dat het belangrijk is dat er ook een soort van media is die... dat echt kritisch blijft volgen, want gamers hebben dat, die verdienen dat gewoon. Want die moeten gewoon weten van wat wel en wat niet waar is en welke addertjes er onder het gras zitten. Of dat er geen adders onder het gras zitten. Dus ja, jammer dat dat gewoon te vaak gebeurt.